We zijn hier op een hele bijzondere locatie, namelijk de nieuwste binnenhaven van Nederland. Volgend jaar vindt het NVB-congres in Flevoland in Lelystad plaats. De nieuwste binnenhaven van Nederland kunt u dan met eigen ogen bekijken. Een unieke haven in de nabijheid van de metropoolregio Amsterdam. Een haven met een buitendijksterrein van omstreeks 5 hectare en een binnendijksterrein van omstreeks 43 hectare. Wat we nu zien is de opbouw van Flevo Kusthaven. Een haven met een uniek profiel en een unieke propositie naar de markt. Een haven in de nabijheid van de MRA met unieke faciliteiten voor ondernemers. Het voordeel van Flevokust is dat het eigenlijk gelegen is in een van de grootste productiegebieden van aardappelen, uien en wortelen in Flevoland. Wij zijn vorig jaar november 2016 al begonnen met het verladen van eerste containers via de containerterminal. Dat was een tijdelijke terminal hier nog aan de Maxima Centrale. Flevokust biedt voor ons zeker een enorme flexibiliteit. Als wij een container ophalen in Rotterdam en die moet 2 keer per dag op en neer rijden vanuit Emmeloord Rotterdam vice versa. Dat is bijna niet meer te doen. Het is niet alleen file. Dus tijdwinst. Het is eigenlijk ook daardoor de vertraging en ook de uitstoot van CO2 op lange termijn die het zo interessant maakt om per binnenvaartschip vanuit Flevokust naar Rotterdam te varen. Beste mensen, ik nodig jullie van harte uit om volgend jaar het volgende NVB-congres in Flevoland te komen houden.